Wel ouderwets schrijvers hier, jongens. Laat je nou beneden. Parks van Doer heeft dan wel geen traditionele Aquamundo, maar het zwembad is zeker de moeite waard om eventjes te bezoeken. En dat gaan we nu doen. Nou, daar komen ze hoor, de helden. Hoppa! En het zwembad bestaat dus uit drie delen. En het eerste deel achter me is dus een ondiep gedeelte waar je dus lekker kunt recreëren en hebben ze nog een relaxbak staan. En het tweede deel achter me is feitelijk gewoon een 25 meter bad. Hier kun je dus je baantjes maken. Hier worden ook zwemlessen gegeven aan de basisscholen in de omgeving hier. En het derde gedeelte is een stroomversnelling met ook een lichtbank. En natuurlijk weer een mooi beeldje ter decoratie. Doen. Ja, dit is dus de hoofdattractie van dit zwembad. Het is een 45 meter lange glijbaan en er zitten nog best een paar leuke bochtjes in. Schrijvers hier, jongens. Laat je nou beneden. Nou, dit was hem alweer. Ik dank jullie weer hartelijk voor het kijken. Gooi die blauwe duim in de lucht. Tot ziens en tot de volgende video. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Centerparks Informatie. De Centerparks fansite van nu. Hey, jij daar. Ja, jij. Ben je nog steeds niet geabonneerd op Sansra TV? Druk snel op de knop hieronder mij en ik zal het voor deze keer door de vingers zien.